De politie in Vlaardingen is al ruim een jaar op zoek naar een op het oog jonge overvaller. Die liep met een wapen een klein buurtwinkeltje daar in Vlaardingen binnen. Kijk zo mee hoe die wordt weggejaagd door de pittige eigenaresse. Haar wapen, dat raadt u nooit. Aan de Eendrachtstraat in Vlaardingen was tot kort geleden nog één kleine winkel gevestigd. Een tabakzaak waar de tijd leek te hebben stilgestaan. Je kon er nog losse snoepjes van 5 cent kopen van Ria achter de balie. Aan TV Rijnmond vertelde ze vorig jaar hoe ze al meer dan 55 jaar in de zaak stond. Ik ben op 15-jarige leeftijd met mijn ouders hier gekomen en nooit meer weggegaan. En dat verdom je ook. En dat verdom ik ook, want ik ga gewoon door. Na een aantal overvallen installeerde de eigenaresse een camera. Die registreert hier op vrijdagmorgen 29 januari vorig jaar hoe een jongen rond 11:15 de zaak is ingestapt. Terwijl hij op de vrouw wacht, haalt hij een wapen tevoorschijn. Zodra ze onder net buiten beeld naar hem toestapt, roept hij dat ze geld in zijn tasje moet doen. Hij komt er meteen achter dat mevrouw dat niet van plan is. Totaal niet onder de indruk grijpt ze het eerste wat ze ziet. Een rol met check. En... pak hier, want altijd voor de dieren. De dieren krijgen hier ook wat. Dus ik pak die bus en ik kom klabber. Meteen daarna pakt ze het volgende. De hondenbrokken zijn te veel. De jonge overvaller druipt af. Vlak erna duikt de jongen zonder vermomming op bij de Hoogvliet. De check nog in zijn hand. Zijn slachtoffer dacht dat hij 15 was. Hij ziet er inderdaad uit als een kind nog. En toch echt dapper hoor, want je weet niet of het een echt wapen is. Je weet niet of zo'n jongen gaat schieten. Maar deze mevrouw van in de 70 heeft hem dus eigenhandig de deur uitgejaagd. Als u de beelden nog eens terug wil zien, dan kan dat op onze site. Wie herkent deze jonge overvaller? Hij komt vermoedelijk uit de buurt, want hij had een tasje van het plaatselijke winkelcentrum bij zich waar het geld in moest. Ken je de dader persoonlijk en vertel je liever iets anoniem, dan kan dat veilig bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.